Dennis, jij hebt ondertussen weer jij hebt iemand gevonden ook. En jij gaat in de jumper jumper. Ja, inderdaad. Naast mij staat mijn nieuwe mattie voor deze dag. Het is Roel. Yes, yes, yes. Yes, en we hebben de zin in. De jumper jumper stopt net. En wij gaan snel de jumper jumper in, want we gaan erin en we gaan een heleboel chocola eten. Ik heb witte Twixen bij me vandaag. En het is een uitdaging om te kijken of het allemaal heel blijft en of het allemaal goed gaat. Want de jumper jumper gaat best wel hard op en neer. Ja. En het is natuurlijk ook de vraag of de kermisacceptant het bij toelaat. We zijn er klaar voor. We zitten in de jumper jumper. En Roel, heb je eigenlijk wel een beetje honger, of niet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ja, maakt niet uit. Ja, gewoon lekker doorduwen, jongen. Nou, de jumper jumper. Iedereen zit zo'n beetje vast inmiddels. We gaan nu bewegen. We bewegen. Oh, ja, spannend. Ja. Nu gaat het gebeuren, mensen. We draaien nu. We draaien. Mooi zo. Nou, dan gaat hij ook heel hard op en neer en zo, weet je wel. Dan wordt het leuk. Dan ben ik benieuwd of we van die Twixen gaan laten vallen. Trouwens, wil zeggen, dan kijk je een kermisexploitant naar mij. Met een hele rare blik. Zo van, gast, wat de fuck ben jij aan het doen? Gaat het ding eigenlijk over de kop of niet? Hij gaat niet over de kop, maar wel heel hard op en neer. Oké. We beginnen nu te draaien. De bakjes beginnen nu ook om zichzelf heen te draaien. Hij begint te schudden! Hij begint te schudden! Hij begint te schudden! Hey, oh, hou je nog vol? Ik ben nog aan het eten! Ik ben ook aan het eten. Help! Nu draait hij bovenaan en zometeen gaat hij helemaal even zitten. Het ziet er heel komisch uit ook dit. Je voelt de opbouw al. Ik heb hier echt zo geen zin in. Nee! Eten! Ja, dit klinkt echt top, jongens. Ik heb een Twix in mijn bek! Ik heb een Twix in mijn bek! Jullie zijn nog wel even bezig daar, hè? Ja, ik ga proberen die Twix even weg te werken. Ja. En ik spreek jou later. Ja, moet je doen. Kermis FM.